spreekt mee het privé te huis, rozengeur en maneschijn. Nee, ik ben de boekhouder. Nee, ons directrice kan op het ogenblik niet komen. Zij snapt. Nee, zij is niet zat. Zij snapt. Ze zit in haar bad. Ja, je kunt het misschien mee maken. Ik ben druk. Heel verdord. De komeres nog vrij die in het advertentieblad aangekomen gestort. Natuurlijk, er zijn twee verwoorden aan verbonden. Je moet gepensioneerd zijn en je moet goed bemiddeld zijn. Wat dan de kosten zijn? Ja, dat zullen we met de directrice, madame Rosa, moeten bespreken. Goed. We zullen even wachten. Ja, het is te zien hoe lang dat zal duren, of uur dat hier zet. Een half uur? Ja. Ze zal naar bezig zijn met te proberen vanuit haar bad te geroken. En tegen dat ze afgedrukt is, ja, weer een half uur is goed. Ben gerust, hè. Zal ondertussen die komen aan niemand anders verleden. Mag ik u naam weten? Louis Aspergus. Hij was persen in een guus vanavond. En nu doet. Hallo. Zeker meneer Aspergus. We zullen naar verwachten met volle maneschijn en volle rozengeur. Tot straks. Asperge. Hij is dan aan een om. Waarom is u een kinder pensioneer? Gaat dit puree eten? Henri, ja? Zit La Vie en Rose nog in haar bad? La Vie en Rose. Ons directrice, madame Rosa, eet geen La Vie en Rose, Linda. Het kan me niet schelen hoe dat ziet. Moet juist maar weten dat mijn 5 minuten op mijn gemak kan zijn. Linda, je moet werken. Je wordt er verder betoond. Dat is toch betoond dat je zegt? Het is al een tweede keer dat ik je moet lachen van de muil. Over een beetje heb ik maar strak kaas, heb maar een groet en tien nooit te vallen. Hoort man, moet een uur lachen. Hoe is maar een tien blij begonnen uit te slooien. Oh. Je schijnt te vergeten dat ons directrice voor een grote responsabiliteit stelt. Om dat privé te huis in stand te hebben, moest ze soms heel erg gewicht in de weegschool smaken. Nee, wat moet je nou lachen? Pas op die weegschool, volgens haar gewicht, zal het hier een zweemuilen vanuit de vuur zijn, pas. En nu de baak krijg je een rooster van zorgen van de muil. Is je rum al weg? Ik weet er zelfs niet eens dat hij weg is. Als er te werken valt, is hij nu niet te veel. Ah ja, het was nog iets. De kolonel is van de muil niet komen eten. Dat moet hij alleen. Hij is gepensioneerd en heeft genoeg om te weten dat ze morgen zo'n 8 uur het morgen in bed is. En jij kolonel bent leger geweest. En daar eten ze ook niet wanneer dan ze wil. Dat zeg je behoorklasses, hè? Verdoemdert. Voilà. Als je van de vreubelklasse spreekt, uurt het leeg. Opgelet, of je krijgt 8 tolkoek. Verdoemdert. Aan bed. In houding fix. Hoede! Hoed! Ter plaatse! Verdoemdert, ik heb me overslopen. Ik heb 48 uur het Belgische leger gediend. Ik heb alle veldslogen meegemaakt. Kan nog een voogde tegen Duits, wie is dan al rechts toe de stoel te sloppen. Oh. Is dat woord? Ja, met mijn verrader in het 4 doden en 84 in u geduwd worden. Ik riep het op mijn regiment, opgelet, een aanval. Overal zitten er Duitse door de rugen open. De maan nu geviel het toe van de volk. Stel de veurken van de mogen het nog niet geten. Maar dat is mij ook nog niet op je overkomen. In vrede staat deed ik draakieren per dag. In de oorlogsstraat 4 keren. Zal door het Linda. Maar een kolonel? Breng onmiddellijk het morgen het ontbijt van kolonel Le Fardeau. Nee, of zonder kanon. Excuseer me, maar een lieve, schuine kolonel. Maar een lieve, schuine? Voor wie ziet je me wel dan? Ken ik je een ordonnance gehad die schitsen tegen mij zat? Ik heb gezegd, bij de 2 doden moet je buiten zijn of je kunt even kapie opvreten. En heeft van koleren zijn klepen in 2 gebeten. In een moeilijk zuurgel is het morgen, middag en avondontbijt inbegrepen. Het morgenontbijt is voorzien tussen 8 en 9 uur. Alles wat er buiten valt, is supplement. In andere woorden, mijn kolonel, aangezien dat baden tienen is, betaalde voor een morgenontbijt 125 frank. Verdoemdert. Hij heeft dus nog de pretense van een in een praas te borgen voor mij. Ja. Hij kon hem moeilijk zijn klep in het wiebad. Ah, nee, geen. Ouders misschien,
Waarop zijn u toch niet? Je vergeet dat ik de diensten komen heb. 40.000 frank in de mond. Hoe is ik dat van mijn maandagspensioen zijn aftrekken? Schiet er maar met ruzen 100.000 frank over. Ja. En wat kan je bij 100.000 frank in de mond doen? Dat is juist. Moest je op café een keer een voet aan de slot, kan je zelfs geen appeltjozen meer permitteren. Kon ik hier gaan kijken of dat ons directrice al afgedrukt heeft? Moest ze zou moeten afdrukken met mijn supplement van 125 frank, zal ze naar de drukkast moeten, hè? We krijgen een nieuwe huurder voor de kamer op de derde verdieping. Allee, wat voor een wortel om nu binnenkraan? De mij is geen wortel, het is een asperge. Zal doet Linda. Hoe is een keer geen eten krijgen? Breng met ons een pot koffie. Tot de jongens, mannen kolonel. Excuseer mij nog een keer, mannen kolonel. Maar aangezien dat de achterdeur is van het morgenoembed, betolde voor een koffie een supplement van 60 frank. Verdonderd, verdonderd. Ja, dat cafeetje rechtover betolde 45 frank. En vroeger was zelfs maar 35 frank. Maar met dat de koffie afgeslagen is, zijn ze 10 frank opgeslagen. Verdonderd. Als ik over het 40 jaar in Parijs was, betolde ik 60 frank voor een flasje champagne. Ik moest te vechten, of kreeg je nou de serveuze baan? En dan ga je achter de bevraag dat je met leger in Parijs gezeten, mannen kolonel? Nee. Ja, ik heb door met mijn vriend de Gaulle een bezetting gedaan. Een bezetting van de Folie Bergère, zeker? Als over 12 jaar de kaf is uw vriend beginnen opslaan is. En ons directrice, madame Rosa, een gele provisie ingedoen. Jongens, 5,5 kilo. Verdomme. En hij zag er die 12 jaar nog altijd aan die 5,5 kilo bezig. Hij is door me dat hij altijd piepcafé is gelegd bij een troep. Maar ik kreeg niet anders dan ze dat kan verbaden. Oh, door me de gerust van zijn. En een zekere ijver door mij dan niet meer nuden. De volstelen van die jaar. Je mag niet vergeten, mannen kolonel, dat ons directrice, madame Rosa, een kapitaal in die café gestoken heeft. En dat kapitaal moet opbrengen. Als boekhouder ben ik op duurte. En excuseer me nog een keer, mannen kolonel, maar ik moet ons directrice, madame Rosa, gewoon verwetigen dat er een nieuwe logeur komt. Verdonderd, verdonderd. Die een boekhouder en die directrice, dat is een koppel gangsters. Die zijn nog slechter dan Bonnie en Clyde. Ik sla altijd aan, maar zonder sla altijd op. Je weet dat nu nog meer dan ze het alles geld slaan? Dat is ook zonder u weet dat de kolonel gewoon te zetten, hè? Verdonderd zal door de Linda van Wersen ze allemaal wat door de school en paasden. Tien of dan de reerdeel van uw grootvoerder zei? Niet zal door de Linda, dat kan van al mijn veld slogen. Hm? Hier, kijk. Dat is van de slag van Duinkerk. En hier, oh, de slag van Calais. En hier, dat is van de slag van... Van de dinges, de... De slag van... Ja, dan weet ik niet meer wat slag dat al was. Oh, ik heb ze door de vele geslagen in mijn leven. Ja, maar dat is toch de meeste keer niet dat het dat ondervindt als er je opleggen op die vaakje dat hier woont. Godverdikke, pakt hem met zoveel en schiet te vuur. Ik kan niet. Ik heb een ticket voor 10 jaar. Volgt er een uren aan. Kier weer van wat dat er gekomen zijn. Bij wie? Om te beginnen heb ik nu ook niet getraind geweest. Het Belgisch leger, dat was mijn voorder, mijn moeder en mijn lief. Ik heb gegeten met Belgisch leger. Ik heb geslopen met Belgisch leger. Ik heb gevochten met Belgisch leger. Enfin, al wat een gewone man met zijn vrij bedoelt, heb ik met Belgisch leger gedaan. Ja. Tot een dag dat mijn pensioen begon ben. Kan je maar een sobel in de klierkassen, ik stond er nokt. Nokt? Ah, dat was geen zoveel, dat was een palto zeker? Ik stond de figuur lak nokt, zal doet Linda. In andere woorden kon niemand hem tegen te klappen. Na mijn militaire carrière heb ik nu geen akkoord gehad om vrienden te maken. Ik stond heel alleen. Tot de dag dat mijn zuster weduwe geworden was. En dat ze vroeg of dat ik bij haar wilde komen wonen. Ik was er van ons hier samen te dealen. Zij dat ons uke door, hè? Moord was de ruk hetzelfde, kunnen de ruk niemand heb tegen te klappen. Wordt dat een zuster? Oh joh, ik zei goeiemorgen en goeienavond en zij zat te resten. En wat toen mijn zusje heel de donen kaf en mij dan uren droeien net. Beleef het mijn komer, was weer al hier. En kon de door niets doen voor een tatenpassij? Goed, goed. Als kolonel ben ik begost met mijn memoires te schrijven.
Ik begonste mee in houding fix, ter plaats rust. Ik was de helder. Van Noorbe ben ik dus begonst met de benoemetjes van mijn bienpapier te talen. Tot wanneer dat mijn zuster het lumineus idee gekregen over mijn komen ter bienen. Ik ben er van Oende getrokken. Dat was bienpapier met strepen. En in het leger heb ik niets anders dan strepen gezien. En van Noorbe ben ik dus even uitgerookt. Nee, hier zat toch niet al hier. Je hebt toch een alfabat een keer een supplement van 125 frank om te eten kloppen. Maar verdoenderd wat is er te doen? Niemendal, kliepen mijn hele toren te verlieren. Maar nee, toe. Heb je toch nog andere pensioneers? Hoor ik. Huh? En hier is een ondernemer, een even metser. Die gillen toren liep te roepen in plaats van te kloppen. En een andere is een duifstomer. En het ene zegt niets. Er zijn er dus nou twee worden, die zijn ziek, die ziek niet. Hé, relax, doe je mee. En als je dus een potse koffie wilt voor een supplement van 60 frank met 100 onder. Allee, wacht een minuutje. Er zat de directrice en er een boekhebber in Ines. Zal ik een keer een potse koffie geven? Ik heb de koffiezak nog niet uitgegooid. Zal ik een keer deur geven? Oh, verdoenderd, heergieten. Als de directrice al 12 uur met 5 kilo een half doet, zal ik hem aan een koffie met watervisjes kunnen kwieken, paas ik. Oh. Maar doen dat dan eens die 40 vuurdeuren. Als tien is er nog een beetje al laat mocht tegen dat komt. In houding fix. Ja. Goed, hè? Goed. Ter plaats, rust. Zal door het scherm. Maar wanneer zijn dat om de militaire groet uit te brengen? Het is precies dat er nog een liefstoot is geworden. Nee, maar ik heb er met mijn vinger tussen die smeren verder gezeten. Die verder is gelijk als directrice. En had er ook met mijn vinger tussen gezeten? Wanneer, maar weet nu niet of dat ze van achter of van vuur had. Verdonderd. Er is toch wel een verschil tussen de voorkant en de achterkant, paas ik. Oh, zat. Al waar heb je al zo lang gezeten? De kruin eerst winkel is het toch nog achter de toekst. Ja, maar ik stond al hier neer in de winkel zo. Er stond de vrouw maar die papen rukte. Wow. Ja, vroeger rukte de sigaren zelfs. Maar het kwam net de koolstraat. Ja, daarmee ging ze naar papen rukken. Maar ze wisten als nog niet wat toebak dat schreef pakken. Zworen en vloogden, groven en falen. Kiepen ze dat toebak in de kruin eerst winkel? Ja, maar van nee, maar de vlieschijven van kiepen ze wel koois. In de kooiswinkel keken ze en de kekenwinkel sandwich. Enfin, het alles mee wat noemt hij? Ja, ik draag een kilo patates in de salon. Verdonderd. Draag een kilo patates voor 5 mensen. Wat kijk toen de man en al hier al draag een kilo. Hoe is ik maar een beetje weer, kan ik er maar in ieder geval zijn tank mee opvullen. Allee, verraad je hem, kom naar de keuken het noemt hij te grimoen. We zijn er klaar, zo. Verdonderd, dat zal ik zijn werk hebben voor die draag een kilo patates te koken. Oh, het hebben koffie al uitgedronken. Heeft hij er gesmokt? En verdoemd het krijg je dat koersen gehad van hem aan mijn lijpen te zetten. Ah, baas, ja dan. In spreken drinkt ze wel zonder dat het weet. Zat lappen en dat duurt. Allee, vooruitje, hem komt naar de keuken. Ja. Hij moet nou de mayonaise mokken. Oh ja, de mayonaise. Zo doet ze hem. Ja? Ja, dan gaat dat hij gisteren nu met die mayonaise gemokt heeft. Verdoemd het, ze smokte een schotelwater. Dat is ik heb er gisteren maar een schotelduk laten neerval. Maar met dat ze nu gekoppeld is, hoor ik er een zuur saasje van op. Dat is een soort van een vinaigretje, met jorop. Vinaigretje, met jorop. Maar het leger stond lang tegen de muur. Ja. Dat duurt met de kogel. Op dat geweten kon dat gisteren openboren in de televisie verklort. Huh? In de televisie? Ja, zal dat zeggen. Gisteren dat ik een vroeggesprek had in de prietproetsel van Mieke Mak. Ja, hadden we de televisie niet gekeken? Ja, hoor. En wel wat hadden we ons gezien? Nou, wel, dan huur nu met reclame van alle soorten waspoelen, ondernijden, friet, vet, ozenweer. Niet zo doet ze hem. Gisteren in de Vlaamse televisie was een kik te zien. Kolonel de Fardo. Tegenwoordig geven ze in de televisie al wat dat zien niet weer. Dus. Ik heb er onder andere gesproken over de slag van Duinkerke. In Duinkerke stoep met de eerste keer tegenover een van de Duitse stoomtroepen. Ja, fanatieke nazi.
Ah, met zijn blute bajonetten en ik ben maar een blute sop. Al twee met een blute al gaan. Ja. Hij gerekende er maar. Hij wilde gematteren. Ik zag hem met verachting dat hij normaal wilde spiekelen. Maar hij nog geen narcose, zeg. Ah. Oh, oh. Ik stak hem op mijn sobel. Ik stak hem naar een uur boven mijn hoofd. Ik keek naar hem en de fanatieke nazi spiekelde al lak in mijn uur. Dag, mijn cola. Oh. Was geld. Hij kan je niet gezien van hem houden. Houd ik fix. Goed, hè. Goed. Ter plaats, rust. Parole en fermier, ik heb hem overslopen. Ik zeg het er zoest. En gisteren een optreden gehad in de prietprutshow van Mieke Mak. De televisie? Natuurlijk, daar is nog maar in de televisie dat ze prietprut geven. En u heeft met traumatisch aan de knieën, mannenkool nou. Oh, vrie goed. Kijk ze nog. Knieën? Wat ben je met traumatisch? Hij pakt al noorden die peel die ik u geef. Oh, waar doen dat giet gaat dat peel? Dat deed dat geer, joh. Zeg, laat kan omvallen van 1870. Pardon. Hoe meer kan doen ballen dat ik slikken, hoe harder dan wij kunnen beginnen te krokken. Ai! Jongen, die kanonballen dienen niet voor een reumatisch te genezen, dat zijn slokpeel. Ja, dat is door mij dat ze morgens blijven liggen hoe ze kroepen aan bed. Je weet toch wel dat medicamenten voor het reumatisch slecht zijn voor de morgen? En je zou het niet meer kunnen eten. Maar verdomme dat ik graag geen eten. Nou, fijn. Dat zal de eerste keer aan mijn zuster zo zet vroegen. Een romanzaliger. God is zijn zielen, en zij zijn zers. Of liever een Matthijs aan zijn voeten. En zijn middeltje aan zijn voeten dan gevolgd. Verdonderd en zoek nog hoor. Mijn zuster zo zet kan me van hem ooit bezoeken. We zieren om mijn komen een beetje overkleren. Inhouding, fiets! Ja, met mijn neutje zo. Goed hè, goed. Ter plaats, rust. Voorwaart, mars. Links, links, mik, mak, des te ook vervelend dat hij als verpleegster maar twee soorten medicamenten mee gebruikt. Zware slokpil en zware kalmeerpil. Allee, dat kan me niet van peur van terden die ziek in zijn beide liggen. Ja. Dan moet ik kalmeerpillen geven omdat dat kalm zo blijft en omdat de directie beginnen last toe van hem. Kan je dan onze kolonel geen kalmeerpil geven? Wat doet niet anders dan vechten? Allee, ja, van zijn veldslog. Heeft er wel je verteld van in een Duits die op zijn zolder gestoken op. Het krijg nog hier lak van hem uit. Heeft nog verteld dat er aan draait er lak op zijn zolder gestoken. Was hier de zolder meer dat hij maar op een brochette te pas. Oh ja, Jérôme. Je moet een keer naar de apotheker hem kalmeerpelen. Ik zit te zoomen. Waarom lak je de gaten te gaan? Joet, maar kan niet buiten nu. Onze balen moet naar boven, dat is dieke dat meneer Van Peur of meneer Van Trappen iets nudig heeft. Ja, maar gooit in een apotheker dan maar die speciaal medicamenten willen geven zonder vuurschrift. Zeg dat voor hier is. Ah. En weet wat dat is. Ah. En niet toch waar. Hij geeft ze wel aan mij. Ja, ja. Maar hé, aan de schuurmaas kun je lekker graag geven die makkelijks, hè. Moest het aan mij vragen. Zoek ik u geven, hè. Maar ik kan zweren dat ze onder kan merkpillen, zo zei ze. Hey. Maar voordat zei je altijd hoe jij maar hoe zult. Ja. En maar voordat zei een vrijwestgelakke soep. Ze moet wormen gegeten worden. Soepboerke? Ja. Wanneer hoort de salon komen kaasje en een zuur saasje maken? Kan het niet al doen, zo'n Linda. Oh, ik heb gehuurd van hier mijn keuken. Je moet nog geven nu. Linda. Ik weet niet hoe dat is loopt, maar slop gerust op het 2 uur. Van mijn poort mag Jérôme met een scherpe peult zetten. Oeh, oh, dat is zo sier dan zo. Goed, maar je zult van het verschieten niet in hem vervallen. Ook zo zeggen, dat kun je niet mouillen. Vindt u plezant misschien? Ik zit voor wat nu gebeuren. Oh, ja. Je zit op die scherpe peult. En je kunt er niet af. Oh. En wij moeten die helpen van de remote te krijgen. Oh, gisteren. Oh ja, voordat aan zijn zuursaasje begint, moet hij eens een keer naar de apotheek. Wat meneer Van Peur zou kunnen bouwen. Nou, als je van de duivel spreekt, duurt het zijn bouw. Meneer Van Peur moet zijn kalmeerpillen. Weer te voeten naar tijdig en te zeggen dat hij nog wat moet wachten. Of aan hij niet op mee bouw. Hoe denk ik dat ik hier op een dag die trappen doe? Nog op ons hier zandtaal, wacht. Ja, ik ga kijk daar, hè, kind.
Je hebt al ondervonden, hè? Je hebt al gezeten. Ja. Maar zus, hoe erg, hoe zot. Dan ben je vanuit de keukens te luisteren, joh. Oh, hoort hij moeten zien kaken door ze de trap op geeft. Oh, hij moest ruwen tot achter een lotsuurs. Om het puwen hebben nog te willen loeken door een joegmaasken. Ik heb water uit de huur zien spieten. Ja, oost maar uit, maar nu een SS niet, Grim. En nu de water zal dat er maar naar over schiet. Als je op die eet stort, zal dat blij dat ik je door de menu mag kaken. Moest het aan mij vragen? Ik zou kikuk geven. Zeg, hé, zijn de jaloers dan? Van u? Eén keer gemeen toch mijn man Gruut Lot gewonnen hoor. Ik kon een papenstijl in mijn handen. Och, het om een keer. Jo, hé. Zo maar spaten, dat knop een keer niet. Zou maar een vlieger nog een muur gegooid, maar dat was rap, zou de steert kwad. Renat eten gaan. Een ding is om de steert. Oh, dan mocht er maar waar dat er van een goede familie was. Zijn vader deed in de staven kons en zijn moeder in de slapenkom knoop. Ik heb er 8 jaar mee gevreden. Ik heb 8 jaar lang niet geweten met wie dat daar vreed. Met ma of met nangdoen. Dan mocht je vrij pas zeggen, oh wat plakt je er aan gelijk een plaklas. Ik mocht er nog baas zijn. Wat is een slechterik? Slechterik? Ah, zie je. Het dezelfde lap op mijn broekste nog die jaar. Als je niet kon ziet, lukt de ziever van de kene. Geur, dat is het allemaal de zaal. Zouden een keer wel naar pletten dat er van mij nog geen papenstijl in de handen gehad heeft? We kennen mijn korrel 7 jaar van hier te werken. Maar mijn vlieger is aan de sticht nog niet kwaad, zal hè? Nu, je zou misschien wel hebben of niet komen. Ik vind het toch een even schoene vraag, hè? Och, en als ik aan die korrel zal hè, van dat geven was om een figuurlijk. Maar als ik aan Euro zeggen dat ik God geven, zal het niet figuurlijk zijn, zo. Maar het zal, oh jong. Wat is dat ding van dat geven? Peper geven, peper geven, peper geven. Altijd als ik jullie te horen zie, stoot hij altijd te toeteren en hij zal de klok aan het laaien. Maar geen klokkenlaar van doen, zo. Nee, maar als mijn klok was nu, jij zou mijn peepazen. Je moet werken. Ons directrice komt naar hier. En je stoot hier weer alle tweeën te nietsen. Wat stond weer te doen? Nietsen. Niets doen. Mijn spier al doorbaar, hè? Enfin, ik moet naar een apotheker voor de zieke vapeur achter Kommerpilkes. Omdat dat zou kunnen en niet zijn. En generakken, het is al voor 11 en om 12:30 is het middagmaal. Op die tijd zou het weer niet te vele zijn. Te vele? Weer een nieuw woord in roze geur en maneschijn. Gewoonlijk is te wanig. Vooruit begin maar. Ons directrice is ook al van de morgen te 7 bezig. En is van de 7 tot een 10 in haar bad gezeten? Het is dat nu de gewassen. Oh. Tegen wie nek ik je door u reclameer? Och, dat moet ik niet vragen, madame Rosa. Weer tegen Linda. Ze werkt niet. Ze stond hier weg te rodelen. Binst dat ze stond te nietsen. Stond ze te nietsen? Dat is dat ze vallen, he. Nee, nietsen wil zeggen, niets doen. Allee, jong met die computers tegenwoordig, hè? Stel daarvoor dat ze diep zei dat ze zo lang in haar bad gezeten had, omdat het nudig was. In de fornese gelaat. Doordat dat lang kan dat ik nu niet al in de rechter kan als ik in mijn bad leef. Ik sleeg er altijd uit. Ik verschiet me toen zo'n ongeluk. Dat is nogal een plek, zoals ik weer in dat woord te val. U gaat de manneke hier niet in vrocht om me uit dat bad te helpen, madame Rosa. En maar Henri toch. U hangde zo nat zijn. Als het maar mijn hangden alleen zo zijn. Ik heb een keer geprobeerd voor zonder woord er een bad te pakken. Dat is toch hetzelfde niet. Je schuimt ze goed niet. Enfin, wat is dat van die nieuwe neurder waarover dat maar gesproken heb? Ah, het is een zekere Louis Asperges. Vanzelfsprekend is hij gepensioneerd. Hij is weer en hij is goed bemiddeld.
Ah, het is voor die komen van 32.000 frank. Ja, maar ik zou er toch niet naar kijken om 2.000 frank op te slaan. 34.000 frank? Ja, het is op derde. Die de mens moet al die trappen doen. Een reden te meer. Een trappen verslaat nu. Je kunt niet leven van wel doorgaan. Een rusthuis moet een winstgevende zorgen zijn. Je moet toch zien dat het tegen een weinig kunt. Jongen, kun je er tegen zijn? Als het maar niet begint te sturen. Ja, maar gelijk willen maar zeggen dat je moet zien dat er wormpjes in zit. Want als je van zijn leven komt te trijven. Trijven? Oh, kun je maar voor de nog altijd zeggen. Alles komt op uur in tijd. Maar de dingen die moet komen zijn nog loselijk stil. Allee, madame Rosa. Je moet toch niet gewoon zeggen dat je geen akkoord hebt. Als je een goed gebuimde vrijwe gelijk te gaan. Vol automatisch. Ik ben misschien wel een beetje langs de voorkant, maar ben nog niet automatisch, zolang hier. Dag Nicole, hoe is het met meneer Van Puik? Is dat ook zo van Puikjes? Meneer, heeft jij een pamsje van tweede verdiepers door? Guur dat wij roepen van op tweede tot hier beneden. De ene moet Guur zeggen, geel gaat er lekker fluiten van de trein. Dat is nu een keer een mens die niet stil kan spreken. Door Veraline kan ik hem niet verdrogen. Dat is de enigste van al mijn pensioneers. Dat hij altijd roept, dat is begrijpelijk, madame Rosa. Meneer, heb jij een puimsteen, een ondernemer geweest? Vroeger was het een gewone metser, een bijvakker. En de meeste metsers roepen altijd. Dat is beroepsmisvorming. Ze staan op hun stallingen en als ze iets moeten zeggen tegen mekaar, moeten ze roepen, Myrtel is tien rust en blijf! Henri, ik ben geen metser, hè. Ik heb alles een tiertrouwmokken. En als je dat dus naar Myrtel is tien hebt geklopt, excuseer me, madame Rosa, maar ben de laatste mens die het rommelke zou willen misdragen. In ieder geval, als het maar een gewone metser geweest heeft, vroeg ik mij af waarvoor dat hij altijd zo opgezet is en liep de stoeven net te boven overal zijn antieke zijn juweel die te op zijn kom reed. Ja, wat wilde, madame Rosa? Als je van niets tot iets komt, komen de papieren om het contract te maken van onze nieuwe pensionair. Hé, hey, Henri, ja? Zet me dat krokodig in het bad. Nog liever, la vie en roze. Waarvoor zeg de haar madame kaka tegen mij? Als je dat liever hebt, toch madame pipi zeggen? Ik ben geen kaka en geen pipi. Dus moet je pergoissen pakken, want je wordt verstopt geroken. En lekker dat hij altijd roept, dat ik geen niet voor verstopt te geroken. Het gooi al op de amaes. Zie je niets aan mij? Ja, het al uw juweel in de geheimwerk kan. Zeg lekker niet al los van haar klierkuur. Dan die stem gewoon een foto maken van mij. Ik hoort hij alle juweel die daar net. Ook dat dier foto's kan krijgen. Het is te open. Hoe ze me mijn bijzoes kan trekken. Dat is zelfs niet nodig dat de manuft opstoot. Dat is precies trekken die weert u. Dan die stem zal er wel zijn belang mee trekken. Dat doet niet anders. Een gure doge ligt dan met zijn fotoapparel op zijn nekken. Och hier, dat is het enige dat hij heeft. Meneer Marcel is die stem gebouwd. Zijn nerven zijn vroeg gestorven. En hij heeft in eerste lijn van die stomen gezeten, omdat hij het loodje gehad heeft. Hij was met tolbewerking een slotenmokker van beroep. Loter was dan met pensioen moeten gaan. Is er een ander die zijn loodje ingenomen heeft. En daarachter is dat toen dus naar hier gekomen. Dat is maar hier denk ik vrij en bedankt. Hoe dat iets wil zeggen, dat hij met tiges van die stomen moet doen. Hij verstoort hem nu niet. Die is toch kennen is. Die wil zeggen, goeiedag, en dan de slooppaal. Maar ja, ook een beetje tegen hem klappen, kan ik moeilijk goeiedag en slooppaal blijven zeggen, hoor. Dat is toch klappen dat je gezegd hebt. Het zal ons voren, als je een keer gaat roepen. Kijk, wat moet je doen om hem te duwen dat ik een foto wilde gaan van mij? Kan je gewoon geduwen? Hey, getroken ze. Geduwen, nee, getroken? Ja, op zijn apparaat, duwen, van mij te trekken. En of dat roept of feesten tegen hem, dat zal geen avance. Zelfs feesten, zegt de alroepende. Dan meneer Marcel, gegooid. Je wijst hem slopen met je tiekes, madame Rosa. En de haai nog niet misproken, meneer Klotterspoing. Poins, Tino, stublieft. Je zegt hij wel kaka tegen me. Gegooid hem. Ah, en voor maar zitten fotograferen. Zoek maar best te zetten.
Op hun gat zat gemakkelijk, zeg maar. Meneer, ik wil zeggen wat pozen. Zoek lachen. Nee, ze hebben precies een boxing op uw gat. Wat bazen van serieus te kaken. En ze hebben die een boxing neergeslikt. Dat moet ook dus kaken. Lachen is niet goed, serieus is ook niet goed. Kijk, gelijk naar mensen die van zijn staal ingevallen is. Dat moet ze natuurlijk zijn. Gestooid in de weg, madame Rosa. Als je voelt uit ze weet van die achterste moet zelf betalen, hè? Als er mijn achterste niet kleuren op stoot, kan ik maar niet scheel. En hoe mijn geruut trekken? Dat zal een muur toplekken zijn in plaats van een foto. Een bed. In houding fiets. Goed, hè? Goed. Ter plaatse rust. Slot maar, zegt dat. Sergeant Pompsie, het is verboden van in de zetel te zitten. Mijn zuster Georgette zal goed komen naar de zuige zetel. Zeg hé, soldaat van het leger des Uits. Oh, schandalig. Meneer César Lefardo is kolonel van het leger des Uits. Kolonel van het tweede linie regiment, madame Rosa. Oh, excuseer, maar de kolonel. Mocht hij altijd een vrieslechte soldaat geweest. Die ne zetel is wel van mij of van die vislepel van een zuster, hè? Oh, nou schandaliger. Een zuur gedistingeerde dame. Ze riekt van het vis, maar het is geen lepel. Ja, het is geen vis, dat riekt als luk, madame Rosa. Ten aan de helft van al dat je stoort is om aan een vislepel. En de naam van mijn zusteres, madame Georgette Lafitte Le Fardeau. Een zusteres nu grote geldelijke steun voor mij te huis. Ze geeft. Ten eerste niet omdat mijn zuster geeft dat hij me gebruiken. En ik bedoel dat er een zetel me gebruiken. Al wat dat hier ligt. Angst of stoot en zorgen mijn nagedoen. En zolang dat je vislepen niet ligt, angst of stoot, heeft er niemand geen spreken. Verdomme, wat voor een stoot en dienen met zijn god naar te kloppen. Onze Marcel in een foto gemoppen. Van Gus en Gijfs mee de raad die hij aan zijn muur toch laat van mij. Wordt er nu geen moment om foto's te trekken. Mijn zuster Georgette kan al minuten om binnenkomen. En ik verraad dat de buiten ook moet trekken. Dag! Dat is Frans. Hm. Pauzen. En dat ze moeten dood zijn, en dat verstoort hij u niet. Nog ja, dat is mooi, hij is duven. Wacht, hij zal zijn biet gewoon verstoort. We moeten die met z'n knopen excuseren, man, kom nou. Morgen kan je hem niet huren of zien, omdat dat soms uw gemeene kan zijn. Dat is de enigste van al mijn pensioneers die mij geen totje mag geven op mijn verjaardag. Oh. Is het een verjaardag, madame Rosa? Nee, nog niet. Oh, pardon. Ik zal het in taats wel laten weten, man, kolonel. Morgen moet schoonteluus zijn om eens uw ruzies te mogen tegen kolonel. Zou nu ook tegen generaal zijn? Wel, in tegendeel, madame Rosa. Ik ben blij van een keer een beetje ruzie te maken. Och, dat is hier anders altijd zo zo. Ik liep hem maar soms duur te vervelen. Madame Rosa. Kun je soms geen masken of twee laten komen, zo van een jaar of 20? Maar de kolonel, in mijn rusthuis doen ze wel aan fotografie, maar aan geen pornografie. Twee maskers. En bij jou? We zijn dus met vieren voor een partietje te korten. Ja, een partietje zotse voor jou zeker. Och, we geroken nu dan geen vieren om te korten. Sergeant Marcel, die huurt niets en hij zegt niets. Alhoewel dat natuurlijk niet slecht is, want woorden zijn toch maar gemokt om leugens te vertellen. Ja, maar hij mocht zijn schoenen foto's. Aan wie zei het, madame Rosa? Oh. Eneke van ma, zonder dat ik het wist, een foto'tje getrokken, best dat ik op toilet zat. Wel goed mijn wezen moeten zien. Kun je het maar voorstellen, man, kolonel. Serieus? Ah ja, ons is u op toen verwacht strijken. En die narcose van er een beetje aan lachen op te stoornen. Verdonderd, wie zit er niet te lachen op het toilet? Ik bedoel, je zag mijn strepen niet. Ah, vanavond, je zat erop. Bedoel, mijn strepen van kolonel. Is ja, Jérôme alweer van de apotheker, madame Rosa. Is dat ziek misschien? De vuur ziek zijn voor door een apotheker te gaan? Ja, ik zie hem niet meer moeilijk naar een apotheker gewoon voor een hamburger te eten. Hier, moet ik al meer veel na van meneer Vapeur zijn broer schieten.
Hij heeft gisteren al een halve duus geslikt en hij hoest nog altijd. Schijnt hem geen slooppil geven? Wat dan van ze? De kolonel zijn reumatisch geneest druk niet mee. Toch, dat blaad ook een beetje reuma, hè. Er rest ons toch tenminste iets dat kropt dan maar. En als het dus nog twee maasjes wil. Jan verteken. 63 trappen naar boven en 63 trappen weer naar beneden. Dat is 126 trappen. Ik ben van de morgen, voor de 7, al 3 keer naar boven geweest. 3 keer 126 trappen, dat is 378 trappen een goed aan taal. Gelukkig, en meneer van Trappen die te komen door nevens deed en verliep ik in een rolstoel zit nog niet gebald. Want toen is een ding nog toilet moet ik hem ook altijd gewoon halen. Toch, verdoemd dat die verte verte. Dat zijn zat Marcel dan moest weten, door zit hij dus gevuld uit zijn kleine van boven. Ben er even mee, die deur. Maar waar heeft dat zo lang geduurd? Hij had in een apotheek, er was niet thuis. Hij was een druppel of twee, gewoon drinken voor zijn valwangen te genezen. Heeft in een apotheek geen medicamenten, dat is een huis tegen valwangen? Ja, maar er is geen in die deugd, zegt hij. Er zijn maar twee middels om een valwangen te genezen. Dat is druppels drinken, oftewel op een nuchter morgen drie lepels wil er iets zijn in pak. Verdonder, dat is een peerdepergoosje. Dat is dat. Je moet het er zin hebben van oest of kleed in de broek. Kan je dan de zeker van pergen een lepel wil er iets zijn geven van zijn broncite? Ja, merci. Iedere keer dat hij oest 126 trappen van zijn onderbroek uit te kaasen. Lop, dat zal van trappen zijn. Hoi, naar boven, Nicole. Ik gooi het in een zetel. Dat is de kolonel zijn zuster aan zitvlak. Van madame... Hoe heet ze haar naam? Wel, ik vergeet hem altijd. Hè. Madame Georgette Lafitte Le Fardeau. In een fiets is van haar man en in een fardeau is van de familie. Ja, c'est ça. Go van dat zitvlak van madame... Madame Georgette Gevoort. Oeh, want ze geeft altijd. Je kan zien dat mijn zuster dan inhuurt, hè. Hier, kom maar van Trappen! Zijn België niet op mijn zemels te werken! Ja, geef er een komet, pijlkes en zemels. Ik zal er drie lepels wilderies zijn geven. Huur dan, mannen kolonel. Ze zullen maar drie lepels wilderies zijn geven. Zou ze toekomen met drie lepels, madame Rosa? Ah, daar zal mijn zusterke zijn. Toe, Jérôme, laat madame La Flûte weten. Oh, madame Georgette Lafitte Le Fardeau, madame Rousseau. Rosa wil ik zeggen, excuseer. Mijn kolonel, zou jij uw zuster, madame La Flûte... Wat verdekken, wat moet ik nu maken van die fluiten, hè? Enfin, zou jij uw zuster weer een gifte doen van die te nulletjes aan dat privé te huis? Als mijn zuster maar iedere maand kan bezoeken, doet ze toch altijd een gifte. En als ze niet de oester moet vuurt, toch is bij u nog wat drinkgeld. Ja, kwestie van als ik snoem zich heten, hè. Van die schansover en die frituren draboeletten te kunnen kopen. En er gaat dus nog honger, mijn kolonel. Hoe ze hier eten, dat kan dat doen, madame Rosa. Enfin, kom maar in met een boek hebben. Dat hij al de nulletjes van zijn zuster kan eerst graven. Hmm. Doe ik maar keren twee van mijn schuurstierentiekes. De die het geeft. Dus door me dat ik me zijn nood voelen. Maar wat is Jérôme? Hij zou mijn zuster de deur gaan openmaken. Moet je zuster niet openmaken? Ja. En moet zijn zuur saske komen maken? Nee, zuster en zijn lijn benen gekocht, zo. Wat heb je mij dan mijn zoort gestoken, dan? Niets, want dat kregen wij die smerige verdeur niet open, hoor. Oh. Bonjour, César. Ah, inhouding fix. Goed, goed. Ter plaats. Rust. César, wanneer gaat er hier nu eindelijk een keer een nieuwe verdeur komen? Doe het dan giftig genoeg. Georgette. Met alle nulletjes en hun verschijningen goed de deuren van het zaal zoeken. Met mijn nulletjes? Dan meis doen mij altijd op een kurken trekken, paas. Ja. De keer dat het stutsel op zit, kun je niet zien hoe dat gedrood is van noemen. Georgette, in naam van het Belgisch leger riet ik je van harte welkom. Heil, heil, driemaal heil! Dat heeft daarvan niet meer afgekeken. Georgette, wees gezeteld in uw zetel. En vlijt uw dierbaar zitvlak neer. Merci, César, maar ik blijf recht te staan. Gisteravond is mijn okstruge zo geweldig beginnen steken. Oh, zeg het, wanneer kan je niet zitten als je een okstruge krijgt? Pas dat de okstruge op een gansels door. Wel, zo zet. Een zuigeruut okstruge op zo'n klein voetje. Daarom ben ik van de morgen afgesproken met de pedicure. Ik kan ik niet langer blijven. No. In twee minuutjes, ik ben weer weg.
U was ik een goeie dag zeggen en mijn moeilijkse geefde aan het huis doen. Verdomme, dat zijn even regen en taart. Mijn bouletten liggen in het water. Bonjour, madame Lafrie. Maar wat zegt dat mij zo altijd tegen mij? Van mijn man zijn een fiet, mocht ze een friet. Ja, frieten met bouletten. Ja, Harry, kom maar. Maar een boekhebber zal ze biet al hun nulletjes gewoon neerschraven, madame. Maar wat is dat hier van die nulletjes? Dag, madame. Dag, meneer. Linda, stoot ik hier wegen? De patatjes stond te koken. Stoon ze nou nog te koken? En stoon nog thans op de menu keiwe patatjes? Dat is niets. Ik zal ze keiwe blozen. Ja, al blozen, hè? Hey, ga. Had ik haar zich saas genomen? Oh, maar dat is niet moeilijk, zo. Ik heb maar een ruwe smik op te kaken en maar saas was zo van mijn hagen. Ah, hier is mijn check. Oh, een zoenen nu mijn nulletjes, madame Lafrie. Mijn chauffeur, César, leert toch een keer dat mens met een oom goed zeggen? Met mijn bouletten mag ze zelfs frietpot zeggen. Dat gaan wij nu niet kunnen weergeven, madame. Maar dat is niet meer weer te geven, madame. Dat zijn giften voor een nieuwe verdeur in de lift die je gaat laten placeren. Oh, die lift is niet zo nu. De enigste trappen die ik moet doen op mijn appartement zijn 2 trapjes voor naar de wc te gaan. Maar die lift, dat is voor uw logeurs, madame. Wat kan mij dat schelen? Hoe u dat de gang moet gooien om te plassen? Hier, Harry. Dit is de giften voor de nieuwe verdeur en de ascenseur van madame Lafrie. Oh, excuseer, madame. Mijn noem zijn ascenseurs, kan ik zo moeilijk om te hebben. Herinner dat, madame Rosa, dat een ondernemer, meneer Palmsteen, gezegd heeft dat er hier een lift moet komen. Want dat hij te veel trappen moet doen om naar zijn kamer te gaan. Oui, c'est ça. Il y a déjà longtemps. C'est ça. C'est si. C'est oublié. Hij heeft er zelfs bij gezegd dat ze zo kunnen laten placeren. Ja, als ondernemer is dat een kleintje voor hem. C'est ça. C'est si. C'est petit. Ga met vlot spreken, Uxe, madame. Oh, excuseer, madame. Maar als ik het Frans begin, kan ik er meer uitzien. Dat is mij nu aan alle kanten beuren. Ik heb weer 126 trappen gedaan voor het uur dat meneer van Trappen van derde sloop wil nu, hè? Ik heb ook geen meer. En wanneer wordt die ascenseur hier komen, madame Gevoort? Gevoort tegen mij. Dat gaat te ver. César, je gaat u als kolonel recht te staan om mijn zusje te verdedigen. Het hoort niet voor recht te staan. Ik zit op een boulette. Dan moet dat de haar goed toestaan. Dat was een stuk effemière, die mannenpreutje. Maar mijn hart mogen van madame Gevoort, iets wat ik zoek wel voor ben. Ze is zeker al een uur geprutst. Hé, spaten genoeg, Niels. Ze is me dat aan mijn knieën gegropt, van mijn bouletten. Hé? Van mijn rheumatisme, wil ik zeggen. Zeg, madame Gevoort, het is niet omdat de stinknoot geld lekker koeler toen de stofan uitsteert, dat hier al te zeggen het ze. Madame Rosa, zie je maar één keer hier komen. En dat is ons gegeven. Maar voor de rest ook, kunt u op een scherpe punt zetten. Oh! Oh, ik over mijn sis, man. Doe dat niet. Je vais tomber de mon sis. Madame Rosa, jij hebt een zware sis. Harry, waar is mijn check? Dat kan er niet aan. Ik heb op het ogenblik mijn hand vol. Laat het, ga te kiezen. Ga mij mijn giften hebben. Maar toen ze moeten hier van jij hier onmiddellijk bad. Madame Lafrie, je mag terugbreken. En als ik nou een keer kom, wil ik dan mij zo niet meer zien. Nee, u toe en de gat in de hand naar de vijfkant. Schandalig. César, gooi naar mijn pedicure. Salut. Complimenten aan de jokstruien. Ah, dat zal onze nieuwe neuter. Meneer Aspergus zijn die bel. Hij zal wat binnenkomen, eerst aan madame Lafitte verder buiten goed. En ik kom als hier een bad gaan pakken, ze. Gaat zwiet, reed mij af. Kort parool, infirmier. Maar ik kon al. Je verdiende dik een roosje van moed en zelfopofferingen. Je zat op het ogenblik dienigste die gedacht we zeggen ik tegenover mijn zuster. César, krijgen we weer die verdeuren niet op. Zal ik een buitenlootje zo zetten? Ik zal het eerst een keer duren dat die frituren is, voor dat ze die goede bouletten verkopen. Nicole, je begrijpt dat onder die omstandigheden niet kunt blijven. Terwille van de smeer ligt de kat te kandelen. De directrice, madame Rosa, zegt altijd, terwille van Lafrie, ze kan dus haar geld niet. In ieder geval, vinden ze u direct geen nieuwe infirmière. Zorg toch aan geen oerluur gelakt, maar.
Aspergus. Ik kan zeer goed. Ten zeer dat het moet zijn, meneer Aspergus. Aangedaan. Louis Aspergus. Ik ben Henri, de boekhouder. Aangedaan. Ik heb voor liever alles bij mij arrangeren. De directrice is een bad gaan nemen. Waarom? Hoe je getelefoneerd bent, zo'n sucre dan pakken. Voilà. Ik heb maar het contract ondertekenen en de komer is van u. Op gang. Pardon. Excuseer me, maar voor dat ik dat contract tekenen, zou ik het gern een keer willen lezen. Wanneer keer dat ik dat contract getekend heb, dat ik de plicht van die komer te nemen. Oh, we zullen wel overeenkomen. Eef mij daar een tieken zet. Dank u. Pardon. Heb je geen bagage? Mijn bagage wordt van namiddag nog ingebroken. Perfect. Tegen morgen zet op mijn gemak en kunt u met de directrice, madame Rosa, de conditie bespreken. Hoe zit dat bad niet, zeg? Als je maar wilt volgen, dan kan ik aan de komen laten zien. Zeker? Aangenaam. Madame Giroute? Ook niet te laai. Draai een juist de trappen naar boven en je kunt een even smaak komen zetten. Aangenaam. Dank u. Slachtoffer die er niet meer buiten kan en die verplicht zal zijn van hem te loten plannen en zijn galdier te loten. Jerome! Jerome! Oh, dat kerst toch was, we zeggen, ik heb de kloken nu al laai. Dat is mijn kloken die de vuur dat. Jerome, we moeten nog een keer naar de apotheek. Jerome, je moet nu gehoord niet, hè? Ik ben aan mijn zuur Saaske bezig. Is dat nu nou niet gemocht? Ben hier, krijg de smok van dat schottenwoord er niet uit. Ik heb er nu al... Kijk, gepast! Ja. Kan de Jerome niet missen dan? Joi, ik zal toen maar zelf naar de apotheek gooien. Worden de deur nog in kunnen open krijgen, een Nicoleke? Ik moet dan zeggen, sesam open nu. En hij krijgt de voordeur op hun smiekel. Oh. Nicoleke. Dat is u bezorgd voor een Nicoleke? Des man Nicoleke nee. Hmm. En nu de waar? Wordt niet gehoord dat ik bezig ben met je jaloers te mokken? Maar jaloers mokken? Zij dat al kort, joh, met die Renat gevreden en jaloezie gelijk diarree geworden. Oh. Als je een keer goed teurjocht, zat kwad. Oh. De waar vergeet de Marien, denk ik, dat ik getrapt zat. Leuk, des vraag je alleen dat ik mijn vrouw gezien heb. Ze kijkt dieper in de fles cognac of weer maar nu. En op de kierrechts naar de winkel achter een fles cognac. En achter 5 jaar is ze nog op dat aan het zoeken. Ach, moet mijn maag weer alles in het roze zien. Een roze huwelijk, een roze liefde, een roze leven. Alles in het roze. En we doen maar dat dieke vinkje pasen van de roze panter. De roze panter. Kijk, Sharon. Als ik van zijn leven nog zal treiben, zal het met de ware Jacob zijn. In een goede hoed. We zullen u beter wachten op de ware Jacob. De ware Jacob? Ja. Die wacht achter de ware Jacobine. Oh, Lord, ik kan maar zo. Sanderdaags, het morgenontbijt. Brenda, er moet koffie zijn. Dat ik zeg dat er nog koffie moet zijn, Jacobine. Oh, pas toch mondbond in mijn uur zitten dan? Kun je wel guurtje? Dan kan het ons niet, was ik roepen. De stem van zijn meester. His master's voice. Ja, maar daar vond ik plakken over. Ja, ik ga ze gevaccineerd met de noelde van een iPhone gehad. Bla 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 bla. Oh. Hij kan babbelen gelijk een gietenkok.
We kunnen daar de gietenkuitels niet tellen. En van gietenkuitels gesproken, je zat er goed kapitoen in geval, hè? Bla 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 bla. Dan gaan ze eigenlijk twee berichten op de televisie. Huurveilen, gezinveilen, en je weet ons nou niet wat wij dat is. En daarmee dat ik zo zot ben van nu, hè? Het is regenachtig weer buiten, hè? Ja, waarom? Het is een moment dat de regenwormen naar boven komen. Doe dat zo goed zeggen, we blijven met een koffie. Och, dat is woord, ik hoor nou moet naar koffie, hè. Doe dan de groeten, zegt de brabassoe, kijk hier niet meer. Maar ga ik nou een keer duilen? Allemaal keihard twee keer duilen, god. Als ik nu nog een keer wat duilen gieten, kan er als een kaasenservie. Hé, zo gedacht. Het zat ons nog een beetje kleur en smok en zit en zat een koffie. Och ja, ring dan. Een minuut. Nou, maar wat is er nu nou? Een minuut, hè. Maar kan niet vertellen, Jérôme. Ja. Dat is een cadeautje. Voor u. Een cadeautje voor mij? Allee, doe maar open. Ik kom eerst de kolonel zijn kaarsen schoon afdoen, zeg. Gisteren zaad dat er mijn ma alles in het roze ging zien. En de gezaad hadden maar op dat dieke filmpje de paas van de roze panter gehad. Wat is dat? Ten een groeten, hè? Ja, ja. Ik ben wel geen kleinste, hè. Ja, in mijn hem bij u ben ik zeker dat de minuut niet zult vergeten. U vergeten? Ja. Hoe zou ik dat moeten arrangeren? U liep heel door onder mijn voeten. En hoe is ik een moeien zetten niet te vinden? Je ziet altijd te vroetelen wat dat er niet meugt vroetelen. Okay. Kijk. Is dat weer bezig met vroetelen, wat dat niet meugt vroetelen? Ja, maar het is omdat ik een paas heb, is misschien al lang lijn dat ze een keer bevroeteld geweest zijn. Een stem of ma die er wil toen lachen? Ja, ik kan niet lachen. Je gaat me over een aantal gekend het gezegd verliefd van te lachen. Oh, moet mijn ma goed weer weten wat dat leuten is. Allee, hoe is we getraind zijn vandaag? Oh, hij trept voor in de leuten te zitten. Maar hij trept dan niet voor in de misère te zitten. Kan je een keer gezongen van oh, zeeskruis getrept, dan zit je in de misère. Nog een tweede keer zo. En wat gaat het doen als je vrijwet in een cognac gevonden hebt? Een weegkier bij je? Ah, ze zoekt er niet meer achter. Zijn in een bieruitzetter gevonden. Oh, in plaats van cognac drinkt ze een bier van u gegist, denk ik. Nee, maar die in een bieruitzetter is 20 jaar jonger als ze zat. Daarmee zal het al sinds uur geest aan je zijn, hè? Kijk, Jérôme. Als ik hier lekker moest zijn, ik zie u kietje nu. Nee. Wat ik zie, dat weet ik nog niet. Een leuten is het hier zeker niet. Nee. De laatste keer dat ik gelachen heb, was met Renat. Was dat met zijn vuur heeft hij de kant van Toffel botstigen. En een goeie is aan u gedaan. Oh ja. Waar hij ooit iets laten vallen misschien? Nee, nee. Ik keek toen de Toffel naar de knieën van dat jong maaske die bij ons zat. En wat dat die uge geestengen betreft, oh. Is dat ijver of de kik? Pas dat die uge geestengen Ierlands te liegen kan het zo liggen. Hé, vooruit, kom mee. Nou, maar wat goed doen? Bewazen, miljarden, bewazen. Op een gemak, onze panter. Je zat hier in een rusthuis. En in een gelusthuis, hè? Awesome. Is het weer van hetzelfde? Nu nee, nu is er iets aan het veranderen. Kom maar laatst hier, meneer Aspergus. Je moet niet beschamd zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed geslopen voor uw nieste nacht. Oh, ik kan niet zeggen dat ik geslopen heb, lekker ruzen. Het wordt meer lekker een cactus. Nou, dan zien we het hier de wereld. Hè. Je moet die stieken en de achterkamer de vuur worden. De kolonel en magister Roof het gezegd dat je moet jou blijven. Hier is de leuze. Laat je niet melken gelijk een koe. Ugen open en zakken toe. Oui, oui, car c'est piqué partout, loulou. Meneer Aspergus, als je me lastig wil komen,
Dan kunnen we de condities bespreken. Zeker? Hoor gewoon zieveren dan. Waarom? Omdat er een zieverlap aan is. Pardon. Geen dat aan de achterde was. Serom, als het weer al wat aan te doen hebt. De pensioneers zijn gedoe mee. Je moet de toffels gaan afvragen. Joepie, als ik mag ruimen ben ik er duil. Pruimen, ruimen mee, duimen doen de kruim, pruimen en schuimen. En ga je hem dan? Moet je gaan naar de keuken niet zijn? Hij kan hier schotels afwassen of wat Jeroen gaat doen met zijn kruimen te ruimen. En waar gaan we nou een keer spreken over die uren gisteren was, hè? Oh, je moet dat personeelsjonger duim hebben, hè? Pruimen, ruimen mee, duimen. Gelijk of dat dus weet, meneer Aspergus. Hij zou komen 2000 gang opgeschreven. Dat is te zeggen 34.000 gang. Uren open en zakken toe. Excuseer maar aan een telefoon heeft me toch gezegd dat ik alles met madame de directrice moet arrangeren. Het spijt me, maar geloven dat onze directrice op het ogenblik in haar bad zit. Ik ben het niet zeker. Waarom? Volgens dat ik uur ligt dan maar eens op dat in het water. Je moet weten, in haar horoscoop is ze een waterman. En om de roes gezegd, de directrice, madame Rosa, neemt veel in bad. Om te vermogen. Ze is er al 6 jaar mee bezig. 6 jaar? Dan moet dat niet geweest en beurt als ze vermogen was. Pazen dat ze een man mankeert. Vermogende doorval? Oh, zeker, meneer Marcel, zeker. Je ook zo goedko. Ah, goed naar boven. Naar uw kamer. Dubbel. Hoe stoorde gaat die tykes, meneer Lobby? Joje, mijn zuster was uw duifstem. Kennen we wat tykes, maar niet goed. Ik heb nooit geen akkoze gehad voor ze goed te leren. Mijn zuster had dat woord. Ah. Meneer Marcel is zeker gezet dat hij je gaat trekken. Ik vertel nu de geboortollen van duifstem misschien. Nee, niet. We kan dat beprepazen? Meneer Marcel trekt alles en ieder hier. Wat is dan een hobby? Meneer Aspergus? Zeker. Ik heb gisteren nog iets vergeten zeggen als ik hem de sleutel van haar komen gegeven heb. Er bestond maar één sleutel van haar komen. En dat is een ding die de gij hebt. In andere woorden, er kan niemand op haar komen. Als je vindt dat haar komen moet gekwijst worden, of dat er iets moet gebeuren, dan geef je de sleutel aan Linda of aan Zerom. Die hem maar dan teruggeven. Dit om diefstal en haar vrijheid te worden. Ah, dat is meneer Van Trappen of meneer Van Peur van Everstad komen. Ik heb die 4 uur zeker nog niet gezien. Nee, hè. We zijn blij dat we nog bellen een keer uren. Hoort je vriend dat ze het willen zijn van onder een bellen weer te geven? Ja, maar nee. Ik bedoel, dan zal het wie je ziek zijn. En als ze bellen betekent dat, dan is iets nu de gang. Op derde, wat dat vindt, val de gemakkelijk zijn. Aangedaan, doe maar plezier. Kijk al dat moeilijkheid gaat voor ziekte van. Hm. Is Nicole de verpleegster hier al? Ik heb ze nog niet gezien. Waar zit dat? Het is bij de 9 en ze moest de 7e beginnen. Ja, maar volgens de zuster van de kolonel moest er buiten smaken. Ik weet het. We hebben nog een mooie tijd. Hm. Madame Lafitte, de Pardeau, komt haar broer maar alle mooie een keer bezoeken. En toen moet... Enfin, ik zal zelf maar een keer gaan zingen. Oh, pas op. Het is 63 trappen nog boven. Ben je benet van trappen te doen? Gelijk al die hebben Dutsen niet. Houden dan. Op mijn café zit ik ook een keer tracteren. Excuseer me, meneer Aspergus. Maar dat was natuurlijk op de andere bedoeld. Gij zijn wel een Duits, maar je bent niet uit. Ja. Dat zijn maar vrij muk op dat. Met mijn beide loren en met de koester voor te slopen. Je bent niet uit, zassen. Of zijn een Duits? Oh. En dat is ze langer gezet, zo. Excuseer me, wacht een beetje, ben ze biedt weer. Dat is niet alleen die kritische vrouw die op mijn mogen ligt. Maar er ligt iets op mijn lever. Op mijn mogen en op mijn lever? Had er schrik niet veel meer over dat goed is bij u? Nooit verder. Aan bed. In houding fiets. Goed, ter plaatse rust. Moet jij niet groter dan? Nee, de ding is nog maar binnen gekomen in de kasseren. Dat is dan een schacht. Verdoem het, en is dan niet genoeg dat ik het morgens vroeg op een nuchtere morgen zoet waterkaffe krijg? Hoe is je nog een beetje vroeg krijgen in een drol? Het is moeilijk dat een drol goed is, maar dat smokt in ieder geval door geen koffie.
Ah, wel, ik word toch niet de indruk dat een polenke man een koffie zag zwemmen. Heer 44 moesten we 's morgens vroeg een aanval doen op een klein Frans dorpje. Geluve dat paraas was. Ja, ver dat we moesten beginnen vechten vroeg met een ordonnance de koffie. Ah, ze moest ik altijd met een koffie en of ik bij geen mens. Verre van een kolonel. En nog hier zat dat tegen me. Zie, ik heb al colleren om de man al hier de gielparaas omsingeld. En als ik al de Duitse kras gevangen genomen heb, heb ik me door aan een upper op het terras gezet en ik heb me door een koffie gekocht. Mijn regiment kijk nog al op voor zijn zoen de vechten paraas kost naar binnen vallen. En maar er op het terras met een koffie zou gezeten. Zeg, niet je wanneer gaat er deur komen? Nee, zeg, voor de nou nog gedoen is. Het heeft weer ons hier lang geduurd. Ja, kan je hier afruimen, dan wordt de pensioneers gedaan en mij eet. De metser is nu altijd bezig. Hij is bezig met al de kruimels van toffelloop te eten. En nog altijd goed te doen, zegt hij. Excuseer, maar krijg je me alle mogen de twee sneetjes gerusterd, bruut? Doe dat, het gaat al gerusterd. Voor laat twee stukken zwarte schoenzolen. Dat is maar schoon niet. Ik moest daar bakken bruut ook gebruiken. En als we verbrand zijn, is je roze schoon. Ik kan mij in de keuken niet gerust laten. Ja, ja, maar een keer dat we gewoon getrouwd zijn, zal het in de keuken niet meer zijn, zo. Maar alles. Ja. Donder trouwt ons morgen op. Pak me dan gebrande schoenzool die moet je opfritten. Ja, dat gewoon nou gemucht erop rekenen. Elinda? Van die schoenzool? Maar die van dat trouwen. Allee, we gaan naar de keuken. Schotelsappen af. Och, maar dan kon nou toch gewoon nog aan een trouwen zijn, zo. Met 24 kanonschuiten. Maar ik kon nou maar kapeur rekenen. Bewaarde. En wat voor die schuiten? Ik weet toch al de straf in zat. Allee, wat scheet ze? Meen je dat dat koppel al lang getrouwd was? Volgens dan zat er gisteravond toen de ruzie te maken. Verdoende dat ze ons dan niet aan de van geen ruzie meer te maken. Maar het is toch die eerste beetje plezier dat meer aan in dat kot. Wat? Wat is dat? Dat is die verdere. Dat is die eerste wat aan de meid heb gelopen. Op al de rest dat je rondliep zullen willen klopen, morgen meeg niet. Goedemorgen. Ik hou denk fiets. Goed, goed. Ter plaats, rust. Ik heb parool en firmier gezet en nooit op dat pijn. Ik heb hier gisteren tot een tiende gewerkt, ze. Meneer van Krapeno in zijn broek gedaan. En hij wilde ze niet afdoen. Dat is ik de komieke dan. Dat werd dan de komieke. De laatste keer dat ik troon gelachen heb, was het heel zeker met hem. Ik wil niet zeggen dat de geur niet altijd aangenomen is, maar de situatie is toch pot zielig. Sierlijk? Zouden ik hier al van trappen wil vroegen van Sierlijk op zijn pot te gooien in plaats van in zijn broek? En ga meneer Blumkulen. Asperges. Louis Asperges. Aangedaan. Excuseer, maar hoe jij er gesloopt? Slecht. Kijk een uur toe dat. Ga toch van zijn leven nu. Nini zat gerust. Kan iemand beide gedaan. Anders begon ik me al af te vroegen omdat ik een examen moet doen en van een plooister op een aarde bieden te leren leggen. Tjuvent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 j
Als je een muurtelkop, regenwater, klappels van koffie en twee aangebrande bokstienen proot van gerust op bruut. Nico, bekakmarkje, ben schijn van de grutenhoer. Meneer Paanstien, ben misschien wel madame wc, mocht je een oculist, hè? Kom maar hier in tenue gaan staan. Ja, want dan riet de boekhebber en zijn vlootje naar boven moeten gooien. Serieus? Dat is toch dat Van Trappen weer in zijn broek gedaan heeft. En dat daar Riezen nu maar gaat kassen. Verdoemd het, verdoemd het. Vertjie, het is heel wat anders door de kuurvloot. Kom van mijn stelling vallen van de grutenhoer. Zou wij verplicht zijn van bad in een bakker achter toekje om een nappeltoorten te gooien van 200 frank? Excuseer me, morgen. Kost een appeltoorten 200 frank? Jos, en ze trekken ze nog op niet. Denne koeken gelijk een metsersman zonder boom. Los het klokers van een appel wil insteken. En excuseer me nog een keer. Is dat verplicht van alle mogende neten baat te kopen, omdat die geen neteren nodig hebben? Verdoen dat ze noemen, zegt al niet veel beter. Toen zijn er verplicht van die schoizoog en die frituren bouletten te gaan kopen. Er moet betalen. Non de cul, non de cul, non de cul. Welkom Tas. Je begint nu al te vloeken. Als kolonel heb ik nu niet gevloekt.
De eerste keer dat ik begin te vloeken ben, dan was het 40. Ja. Ik stond met de eerste keer voor een hele compagnie Duitse branden. Ik riep een verdoenderd, ben beginnen lupen en zijn me nooit meer kunnen krijgen. Ik vroeger de winkel van tapeten. Oh, kon grote keuze van tapeten. Kon grote, kon kleine. Kon de sabbat die nusters worden. Verdoenderd, dat doet er maar op pazen. Dat me verleden weken op de noenen te schales begat hebben. Zoals u kusters. Maar vrij weet maar mee aan de winkel. Zij deed de verkoop en ik deed het administratief werk.